Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de Lunch and Learn Live Webinar in Lab Software, de Removable Module. Fijn dat u hier bent. Mijn naam is Jackie van Herk en ik doe de technische ondersteuning tijdens dit webinar. Onze spreker van vandaag is Jarno Diekerhoff. Indien u vragen heeft, kunt u deze kwijt in de sectie Vragen en Antwoorden. Voor nu wens ik u veel plezier. Dankjewel Jackie voor de introductie en ja, namens mij natuurlijk ook weer hartelijk welkom bij deze Lunch and Learn met InLab. Dit is een reeks webinars waarbij we de mogelijkheden van de InLab modules gaan toelichten. Met vandaag natuurlijk als topic de Removable module. We doen dit zoals nu tijdens de lunch om zoveel mogelijk werkbare tijd te besparen. En om deze reden zullen het wel wat korte en compacte sessies zijn waarbij ik niet op alle onderdelen even diep in kan gaan. Natuurlijk begrijp ik dat daar vragen kunnen ontstaan en stel die gerust, net zoals Jackie zei, in de chat en dan kom ik daar aan het eind even op terug. Laten we voor nu beginnen met het webinar van vandaag. En dat is de InLab CAD Removable module. Even kijken of mijn scherm wil werken. Ja, daar gebeurt wat. Goed, de removable module. Wat ga ik allemaal behandelen vandaag? Dat is het aanbod van de software natuurlijk die we hebben van InLab en de licenties die daar eventueel bij horen. Ik leg altijd even uit, zeker ook voor de nieuwkomers, waarom je voor InLab zou willen kiezen met een paar simpele punten. Vervolgens gaan we wat dieper induiken in die removable module. Met als topics eigenlijk de frame software, de splint en de label software. En ook een kijk op de digitale protheses wat InLab te bieden heeft op dit vlak. Dan voor wie mij nog niet kent, ik ben Jarno Diekerhoff, inmiddels alweer ruim 10 jaar werkzaam bij Dentsply Sirona. En ik vervul de functie van productspecialist voor de InLab Equipment. Ik heb een ruime achtergrond in de tandtechniek en dat komt mijn werk natuurlijk dagelijks wel ten goede. Goed, waarom zou je willen kiezen voor InLab? Ik haal dit altijd even aan met een aantal punten die ik in mijn ogen de belangrijkste zijn wat betreft de InLab. En als eerste is dat de gebruiksvriendelijkheid van InLab. Want dat is het zeker. Ik durf wel te zeggen dat het de meest gebruiksvriendelijke software op de markt is. Wat betreft labsoftware. Want je wordt namelijk heel erg stap voor stap begeleid door de workflows. Niks wordt je heel erg uitgebreid op het scherm getoond. En je kunt zelf bepalen wat er in het scherm komt om het heel erg overzichtelijk te houden. Daarnaast zijn we open. Zowel voor alle bestanden, zoals STL-files, maar ook voor alle verbruiksmaterialen. Want ook daar kan bijvoorbeeld een machine voor gesloten zijn. We bieden heel wat vrijheid met InLab. Op het gebied van het bovenstaande punt natuurlijk, maar ook op het gebied van licentiekosten. Want die zijn er namelijk gewoon niet. En die ga ik straks even wat meer toelichten. Laatste is natuurlijk de naadloze geïntegreerde workflow van één fabrikant. Daar kan ik niet genoeg op hameren. Dentsply Sirona is inmiddels een groot bedrijf. Maar dat stelt ons in staat om al deze componenten die je hier onderaan het scherm ziet, allemaal in eigen huis te ontwikkelen en te produceren. En daarmee kunnen ze natuurlijk helemaal mooi op elkaar laten aansluiten wat betreft de communicatie en dergelijke. Zodat dit één fijne workflow is die altijd goed werkt met een voorspelbaar resultaat. Nu is het natuurlijk zo dat we in de praktijk wel anders zien dat verschillende componenten in de labs van verschillende merken kunnen zijn. Op zich niks mis mee, dat kan prima werken. Echter, als er iets misgaat in zo'n workflow, dan staan meestal de fabrikanten naar elkaar te wijzen. Met jou als gebruiker de dupe daarvan. En dat is uiterst frustrerend. Dat begrijpen wij en dat is waarom wij zo achter onze workflow staan. Houd niet in dat je deze componenten niet zelfstandig kunt gebruiken. Je kunt ze prima combineren met derde partijen, omdat ze eigenlijk allemaal met STL-files kunnen communiceren. Dat even wat betreft de basispunten wat ik zeg van InLab, waarom dat zo aantrekkelijk is. Het is natuurlijk heel beknopt, maar dat zijn in mijn ogen de belangrijkste. Dan gaan we nu even kijken naar de InLab CAD software, want daar heb je natuurlijk een goed stukje software voor nodig, hè, voor het technisch ontwerp. En dat is exact wat InLab is. Want het is namelijk echt gemaakt voor tandtechnici. Natuurlijk is InLab heeft het zijn verre roots bij CEREC leggen. Dat is in het ver verleden, daar is het uit ontstaan. En is eigenlijk al ver doorgeëvalueerd tot wat het nu is. En echt een krachtig stukje software wat ook nog eens gebruiksvriendelijk is. Het zit boordevol geoptimaliseerde ontwerpprocessen.
En we hebben natuurlijk een hele gebruiksvriendelijke interface. Ik gaf dat al een beetje aan. Je kunt zeg maar zelf bepalen wat er in het scherm wordt weergegeven, zodat je een heel mooi overzichtelijk scherm haalt. Je kunt al die kleine schermpjes kun je allemaal wegklikken of tevoorschijn halen. En dat maakt het heel fijn werken. De software is ook standalone, dus het is niet afhankelijk van een scanner of een productieeenheid. Die kun je simpelweg combineren met een derde partij. Dat is geen enkel probleem. En het is daarmee dus volledig open. Nou, hoe bieden we die software aan? Die software die bieden we aan in vier software modules. Allereerst de basismodule. Deze hebben we vorige keer behandeld. De basismodule heb je altijd nodig, want hier doen we onze administratie in en we doen hier ook ons scanwerk in. Of het eventueel inladen van files als dat nodig is. Verder is de basismodule met name gericht op coronabrugwerk. Daarnaast hebben we nog een implantologie module, we hebben nog een removable module en we hebben nog een interface module. Ik zal die zo even toelichten. Je hebt zelf een vrije keuze om te kiezen tussen deze software modules. Je kunt ze allemaal aanschaffen of alleen een basismodule of later upgraden. Het is een modulair systeem, dus dat kun je zelf bepalen. Zoals ik al zei, we hebben geen licentiekosten. Dus jaarlijks heb je geen factuur die binnenkomt. Dat zien we natuurlijk bij de concurrentie vaak anders. Wat aardig kan oplopen, dat hebben wij niet. We hebben ook geen verplichte updates of upgrades. En we hebben ook geen verloopdatum. De software die je koopt, die is van jou en die blijft van jou. Wat hebben we dan wel? Nou, wij hebben de keuze om te upgraden. Over het algemeen, die software die ontwikkelt zich natuurlijk continu. En jaarlijks komt er over het algemeen een nieuwe versie uit. Meestal is dat gefocust op een bepaald onderdeel van de tandtechniek. Laten we zeggen dat het afgelopen jaar was dat met name prototiek. En dan kun je zelf bepalen of als er een nieuwe versie uitkomt, of je die upgrade wil gaan doen voor een vast bedrag. Maar als je bijvoorbeeld als Kroon en Bruggerklap de software hebt en je werkt daar prima mee en er komt een versie uit die is gericht op prototiek, dan hoef je die upgrade natuurlijk helemaal niet te doen. Die keuze is aan jezelf. Maar stel dat... bieden heeft. Een removal module is eigenlijk wat de naam zegt in het Engels, maar het is alles wat uitneembaar is. Dus denk daarbij aan frame protheses, die gaan we zo behandelen. Vervolgens gaan we kijken hoe we een splint vervaardigen en ook een individuele lepel. Dat is dezelfde software. Vervolgens kunnen we ook kijken wat Inlab heeft te bieden op het gebied van digitale prothetiek. En eventueel steggen kun je ook vervaardigen met de removable module, maar die ligt in nauwe samenwerking zeg maar, met de implantaatmodule. Dus daar ga ik vandaag iets minder op in, wellicht bij de volgende sessie. Goed, dan gaan we beginnen met de frameprotheses. Ik ga met jullie de essentiële stappen eigenlijk met een aantal slides doorlopen met de frameprotheses. Met wat er allemaal benodigd is om tot een goed resultaat te komen. We beginnen natuurlijk met een model. Met een model die gaan we voorbereiden. En normaal zijn we als iemand een frame maakt gewend om die eerst te gaan uitblokken en eventueel een model, een design te gaan maken. Maar we hoeven niet uit te blokken, dat gaat de software voor ons doen. Wat je wel vast kunt doen is een design, dus een ontwerp gaan maken op een model. Want dat heeft namelijk als voordeel dat als je dat inscant met een INEOS scanner, X5 scanner die we ook aanbieden, dat die lijnen worden weergegeven in de software. Dus dat maakt het heel erg makkelijk om eigenlijk je frameontwerp te volgen en na te bootsen. Dus dat is zeker een ideale startpositie. Nou, hebben we dat ingescand, dan gaan we eigenlijk een inzetrichting bepalen.
En die is natuurlijk van belang. Die betekent hoe eigenlijk het frame de mond in gaat en waar de ondersnijdingen zich gaan bevinden daarop. Dus je bepaalt de inzetrichting en eigenlijk bepaal je daarmee ook je blokhout, want de software gaat daar uitblokken voor je. Natuurlijk kun je dat helemaal zelf bepalen of een was je nog wilt toevoegen of wilt verwijderen. Je hebt daar nog steeds de vrije hand in. Je krijgt simpelweg een voorstel. Nou, als we dat goed hebben gedaan, dan gaan we eigenlijk gaan we designen. En dat is natuurlijk wel even wat anders dan dat je dat normaal gesproken met een was op een model doet. We gaan hier natuurlijk heel erg in een individueel design maken en dan werken we in lagen. Dat houdt in dus dat we klammers, gaas, de plaat, al die componenten, die gaan we plaatsen en die kunnen we neerleggen waar we willen. Maar die moeten elkaar wel overlappen. Want aan het eind, in de volgende stap, gaan we dat namelijk samensmelten met elkaar. Dus je moet iets verder nadenken dan we normaal zouden doen, dat we dingen aanwassen. Hier ga je eigenlijk zorgen dat de componenten elkaar overal gaan raken en iets verder gaat leggen dan normaal. Dat is even wennen, maar als je dat eenmaal door, werkt dat echt fantastisch mooi. Je kunt van alle componenten eigenlijk de diktes of de betreffende licht aanpassen. Dus als er ruimte benodigd is onder het gaas bijvoorbeeld, kun je allemaal zelf bepalen. Ook de grootte van het gaas, de diameter van die gaatjes, dat kun je allemaal bepalen. Klammers en de finishing line gaan zelfs nog wat verder. Daar kun je zelfs de diameter van de klammertips beïnvloeden en dat het taps toeloopt bijvoorbeeld. En hetzelfde geldt ook voor de finishing line. Je hebt daar best wel de vrijheid in. Dus dat is hartstikke mooi en dit kost natuurlijk wel even wat tijd om dat weer onder de knie te krijgen. Net zoals dat heel gebruikelijk is met alle digitale veranderingen. Maar als je het helemaal door hebt, werkt dit echt geweldig. Goed, dan als we ons design nou voor elkaar hebben, dan gaan we naar de volgende stap. En dan gaan we eigenlijk de componenten samensmelten. Zoals je hier ziet, maakt hij er dan ook een metaal voorbeeld van. En dan zie je eigenlijk hoe je ontwerp uitpakt. Op dit punt kunnen we nog steeds van alles wijzigen. We kunnen namelijk met een digitaal wasmes materiaal gaan toevoegen, glad gaan maken of gaan verwijderen natuurlijk. En eventueel componenten die toch niet helemaal goed overlappen, kunnen die soort van samen smelten met een lasbol, om het zo maar te zeggen. Een digitale wasbol. Dus daar kun je even goed nog wat foutjes corrigeren. Dit is hartstikke mooi en het ziet er heel mooi uit in de software. Als je dit hebt gedaan, dan is het design in feite klaar en kunnen we dat exporteren. Nou, dan kunnen we op twee manieren kunnen we te werk gaan. We kunnen dat natuurlijk gaan printen in een castmateriaal, dus een uitbrandbaar materiaal. En die kunnen we vervolgens gaan opstiften en kunnen we in gaan bedden. En dan kun je eigenlijk werken zoals je dat verder gewend bent. Dit is meer een tussenfase. Andere manier is een directe vervaardiging met een lasersintertechniek. Dan kun je dit naar een partij sturen als STL-fijl bijvoorbeeld, die dit kan verwerken op die manier. Er zijn een aantal aanbieders daarvan. Er is één geïntegreerde aanbieder binnen het InLab-systeem, dat is Infinident Solutions. Dat is een groot print- en freesbedrijf in Duitsland, wat een nauwe samenwerking heeft met Dentsply Sirona. En vandaar dat dat ook geïntegreerd is in de software. Dus je hebt die twee keuzes om dat verder te verwerken. Nou, dat was eigenlijk even een introductie wat betreft frames, hoe dat er grofweg uitziet. Ik zal dus, zoals gezegd, het is allemaal wat beknopt, dus wilt u wat meer weten over, wat uitgebreider, wat meer weten hierover, dan laat me dat graag weten. Dan kunnen we daar een 1-op-1 webinar over inplannen en daar zal ik later even op terugkomen. We gaan nu verder met de Splint software. De Splint software is een apart stukje software. En dat is een soort app. Je begint in de administratie bij InLab. Geef je je gegevens aan en vervolgens opent hij deze software. En daar kun je dus splints mee maken, maar ook individuele labels. Dus dezelfde software. Ook hiermee weer een eenvoudige gecoördineerde workflow. En ik ga jullie eigenlijk stap voor stap hier doorheen leiden. Door middel van een video en dan ga ik een splint vervaardigen. Dan gaan we die even starten. Nou, zoals gezegd gaan we beginnen in de InLab splint software. Dus ik heb mijn administratie al in de basis software gedaan. En vervolgens kom ik dan uiteindelijk hierin. En dan kunnen we kiezen om dus een splint te gaan maken of een afdruklepel bijvoorbeeld. Nou, in dit geval kiezen we voor een splint. Ik hoef er alleen maar op te klikken en kan ik eigenlijk naar de volgende stap. Dan kan ik hier mijn modelassen goed gaan zetten. Dit is belangrijk voor de software zodat hij weet wat de oriëntatie is. Er zitten een paar kleine aanpassingen nog zodat het mooi in het midden staat. Nou, dan kunnen we naar de volgende stap. Prepare model is dat je eigenlijk nog wijzigingen aan het digitale model kunt doorvoeren. Ga ik nu niet doen, ziet er prima uit.
We gaan gelijk door naar de inzetrichting, de Divine Insertion Axis. Dit bepaalt de inzetrichting, dus eigenlijk hoe de splint de mond in gaat en waar de ondersnijdingen zich gaan bevinden. Je kunt het van de zijkanten zien en van de bovenkant. En ik zet hem nu wat meer naar het front, zodat er niet al te veel ondersnijding is in dit geval. Maar wat je hier bepaalt is ook eigenlijk uiteindelijk je blokout. Dus je uitblokwas. Want die legt hij standaard voor ons neer. Zoals je hier ziet, zie je in het blauw dus de uitblokwas liggen. Maar die ligt nog zeker niet zoals ik hem helemaal zou willen hebben. Want ik wil het op bepaalde punten weg hebben en op bepaalde punten wil ik wellicht wat meer. Ik haal even het ondermodel weg en we draaien het model even goed. En dan kun je zien dat we zometeen met de Form Tools rechtsbovenin, dan gaan we daar wat materiaal mee, bijvoorbeeld mee toevoegen of mee verwijderen. Maar als je toevoegen doet, dan ziet dat er zo uit. We voegen gewoon was toe en we kunnen dat met Remove kunnen we dat simpelweg gewoon weer weghalen. Nou, in het front wil ik het iets meer weg hebben, want ik wil dan iets hoger laten lopen. En zeker vanaf de hoektanden wil ik dat meer weg hebben. Nou, dit gaat even extra versneld om wat tijd te winnen. En dan komen we eigenlijk hier op de volgende stap. Dan zie je dat ik in het front wat was heb en verder eigenlijk wat minder. Dan kunnen we de splint gaan maken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even de beet wat liften. Want we willen een mooie imprint in onze splint hebben. Dus ik klik hierop op de jaw opening en ik kan dat simpelweg intoetsen. Of met een slider kun je dat bepalen net wat je wil. Ik zet hem nu even op 1,3 mm en dan zie je de kaak openspringen. Dus er is voldoende ruimte denk ik wel voor ons om deze splint te creëren. En dan zal ik even de benedenkaak weghalen. En dan kunnen we eigenlijk op twee manieren kunnen we die splint gaan maken. We kunnen dat doen bij line of bij plane. Nou, als je dat bij line doet, dan kun je eigenlijk heel mooi zo rond de tandhals helemaal gaan tekenen hoe je dat wil hebben. En met een plane, dat laat ik nu even zien, dat gaat met een vlak. Dat zal ook even versneld gaan, maar dan krijg je even een indruk. Dan kun je eigenlijk een hele doorsnede gaan bepalen en dat hij vanaf daar een basislijn legt hoe je de splint zou willen kunnen maken. Dit is puur een basis, dus je kunt het allemaal nog aanpassen. Dat gaan we ook doen, want hij loopt nog niet helemaal goed. Dus ik kan bijvoorbeeld hier vanaf die molaar, daar willen we niet zo ver doorlopen. Dan dubbelklik ik en dan leg ik hem over het element heen en dan draai ik hem mooi terug. En dan dubbelklik ik weer en dan past hij dat aan. Nou, gaan we weer in een versneld tempo even er doorheen. Ik vind het wel mooi om hem hier wat cervicaal te laten lopen en het front wat hoger. Dus dat gaan we in dit voorbeeld even doen. Voor iedereen is dit natuurlijk heel erg persoonlijk en je kunt helemaal maken wat je zelf wil. En dit zal niet het ideale voorbeeld zijn, maar het geeft even een indruk wat er mogelijk is. Hetzelfde doen we aan deze zijde, ook daar korten we hem weer even een beetje in. En ik teken hem even wat langer door. En dan dubbelklikken we weer en dan is ons design eigenlijk al klaar. Dus in ieder geval de basis. Dan gaan we de dikte bepalen, ik zet hem op 1,6. En dan klik ik Round Transition aan, want mocht ik nou niet hele mooie ronde lijnen gebruikt hebben, dan rondt hij dat voor ons af. Goed, dan als ik op Apply druk, dan zal je zien dat hij de splint gaat opdikken tot de dikte die we hebben ingesteld. En dan volgt hij heel mooi de contouren van de elementen. Dit kan een voorkeur zijn, hoe je je splint wil hebben, dat mag. Dit is één optie. Een andere optie is Plane Occlusion, vind ik zelf altijd wel prettig. Als we dan op Apply drukken, dan zal hij met een paar seconden het vlak van de occlusie berekenen en dan trek je de splint daar naartoe. Kijk maar, dan zal hij zien dat hij in één keer helemaal vlak trekt. Je kunt dat nog aanpassen met Edit Occlusal Plane, dus als je het vlak iets anders wil hebben, druk je weer op Apply en dan past hij hem aan. Dat is een mogelijkheid. In de volgende stap gaan we eigenlijk al een beetje naar de laatste fase. Dan zie je onze splint in een mooie blauwe kleur, maar we willen een imprint gaan maken. Daarvoor klik ik op Articulated Grinding. Dan zal je zien dat hij een directe imprint van de tegenwijd maakt. Op basis van die lift die ik heb ingesteld. Dit is prima, alleen het is natuurlijk wel erg statisch, erg vast. Het is niet altijd even comfortabel voor de patiënt. Je ziet het tegenbeter nog even bij. Dus ja, wat kunnen we dan nog meer doen? Nou, om die imprint wat breder te maken, kunnen we op basis van deze articulatorwaardes die hier staan aan de rechterkant, die kunnen we helemaal aanpassen naar wens. Als je dat naar wens hebt, klik je op Apply en dan zal die een imprint gaan maken op basis een beetje van die bewegende articulatorwaardes. Dat wordt wat breder en dat is niet altijd ideaal, maar het is een stuk comfortabeler voor de patiënt. En je moet er vaak nog wel wat aan doen hoor.
Dus je doet dan vaak nog even met zo'n vormtool. Dan pak je bijvoorbeeld de smooth en dan haal je wat scherpe randjes nog weg. Of je kunt wat gaan opdikken of juist wat materiaal gaan weghalen op een bepaalde plek. Dat heb je allemaal zelf in de hand. In dit geval houden we het even simpel en ronden we alleen even wat scherpe randjes af. En vinden we het voor nu goed, maar dit geeft even de indruk. Goed, dus dan hebben we hier onze splint. Dan kunnen we nog een tekstlabel toevoegen. Laten we zeggen dat we patiënt Jansen gaan doen. Of even dat noemen. En dan kan ik het model zo draaien. En dan kan ik het iets groter maken. En dan kan ik zo de patiëntennaam erin plaatsen. Nou, het zal niet helemaal recht staan nu, maar goed, het idee is er. En dan in feite is hij klaar. Dan staat de naam van de patiënt er ook in. Wel zo fijn dat de patiënt hem kan herkennen, denk ik. En dan, ja goed, dan rest ons eigenlijk nog maar één ding. En dat is het exporteren naar de Phrase Unit of wellicht naar als STL-file voor printen bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk ook. Zo, nou dat was even een korte indruk hoe dat eruit ziet. Hoe je een splint designt in de InLab software. Uiteindelijk kunnen we, zoals gezegd, hem gaan frezen in een Phrase Unit. Wij hebben daar onze mooie InLab MCX5 voor. Die kan dat prima verzorgen voor je. Of je kan de file exporteren naar een derde partij. Als je het niet zelf kan verwerken. Of wellicht zelf wil gaan printen met een 3D printer en een geschikte resin daarvoor. Dus dat wat betreft de splint. Dan hebben we ook natuurlijk nog de individuele lepel. Nou, ik zal niet hier ook een video van doen, maar heel veel is hetzelfde. Dus ik ga hier even stapsgewijs doorheen. Het zit ook verwerkt in die splint software. Het zijn echt vergelijkbare stappen. En ook hiermee werken we eigenlijk een beetje net zoals met die frames in lagen. Dus we gaan eigenlijk weer onze inzetrichting bepalen en daarmee ook dus die blockout. Dat is eigenlijk een beetje diezelfde stap als we bij de splint software hebben gezien. Ook hier kunnen we onze randlijn gaan bepalen op basis van een lijn of een plane. Dus op dezelfde manier kun je dat doen. Je hebt hier ook de mogelijkheid om een handvat toe te voegen. Zowel in het front of bijvoorbeeld een mogelijke zijhandvat als er wat grip benodigd is. Die kun je helemaal zelf bepalen. Die kun je helemaal vormgeven, breed, hoog, smal, noem het maar op. Alles is mogelijk. Dus dat kun je zelf bepalen. Dan heb je ook nog de mogelijkheid om een implantaatkanaal toe te voegen. Dat is simpelweg een soort hul die je in beeld zit. Die kan je plaatsen waar je wil in de gewenste diameter. Dus dat is ook een optie. In de laatste stap dan versmelten we eigenlijk weer die lagen met elkaar. En kun je ook nog gaten gaan toevoegen voor de retentie van de afdrukmassa. Natuurlijk ook hier kun je weer een naam toevoegen. En ook hier heb je weer de beschikking over vormtools. Dus mocht je wat dingen willen gladmaken, willen toevoegen en dergelijke, is dat ook gewoon mogelijk. Dus dat kan allemaal gewoon hiermee. En ja, wat meestal gebruikelijk is met lepels, als die digitaal worden ontworpen, dan is het toch wel gebruikt dat die worden geprint, omdat het simpelweg de meest effectieve manier is. Dus dan wordt er een STL-data gegenereerd en dan exporteren we die daarvoor. En dan kun je die inladen in je 3D-printer software. Nou, dat wat betreft dus de splint en de lepel software. Dan gaan we nu even door naar de digitale protheses met InLab. Sinds vorig jaar, eigenlijk in de laatste versie, de 20-versie, zijn die digitale protheses geïntroduceerd. Ja, wat kun je daarvan verwachten van InLab? Ja, dat het ook dit weer een hele zeer gebruiksvriendelijke workflow stappen zijn. Waarbij je echt heel makkelijk door de vervaardiger van een prothese wordt heen geleid. Ik wil niet zeggen dat gelijk iedereen het kan, maar het scheelt niet veel. Het wordt echt makkelijk gemaakt. Een ander voorbeeld is natuurlijk de reproduceerbaarheid als je digitaal werkt. Want mocht de prothese verloren gaan of hij is stuk of noem het maar op. Ja, met een paar drukken op de knop hebben we weer een nieuwe. En dat is natuurlijk wel een heel mooi voordeel. Materiaalkwaliteit haal ik ook altijd even aan. Waar we natuurlijk gewend zijn om te gieten, te persen of te injecteren. Hebben nogal wat variabelen. Hè? We kennen allemaal de krimp en dergelijke en uitslag. Of dat het niet goed uithoudt, witte vlekjes. Van alles kan er voorkomen. Daar ben je vanaf. Als je digitaal aan de gang gaat, ga je namelijk of frezen. Dan werken we met voorgefabriceerde discs die helemaal uitgehard zijn, geen restmonomeer meer hebben en altijd dezelfde kwaliteit hebben. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor resins voor 3D-printers. Die zijn al voorgefabriceerd. De enkele variabele kan zitten in de lichtuithardendheid, maar in feite is die kwaliteit altijd hetzelfde. Dus dat is een variabele die je kwijtraakt en dat is alleen maar fijn.
Verder kan ik zeggen dat wij zeker niet de eerste waren met de digitale prototype, maar dat we daar echt de tijd voor hebben genomen. Dat moeten wij als Dentsmaatschappij wel doen. We moeten echt met een goed stukje software komen, we kunnen daar geen missen mee maken. Dus we hebben daar de tijd voor genomen en hebben daar echt een solide, goede basis voor neergelegd. Maar dat is wel wat het is en dat zeg ik ook bewust. Wat je op dit moment kunt is een hele mooie digitale prothese maken voor onder en boven op een edentate kaak. Dat is op dit moment wat je kunt doen. Gaan we verder op implantaten denken of een digitale workflow voor immediaat protheses of partiële protheses? Dat is er op dit moment nog niet. Naar verwachting gaat dat wel dit jaar komen met de nieuwe versie. Maar voor de duidelijkheid is dat nu nog niet beschikbaar is. Puur een enkele van boven- en onderprothese op een edentate kaak. Goed, wat maakt InLab dan uniek op het gebied van digitale prothetiek? Nou, dat is dat wij twee methodes aanbieden allereerst. Allereerst een digitale tandenlijn. Dat zien we natuurlijk bij concurrentie ook veel. Die mogelijkheid hebben wij ook. Dat houdt in dus dat je je prothesebasis gaat ontwerpen en ook gaat vervaardigen. En je werkt met een voorgefabriceerde tandenlijn. In ons geval is dat de IPN 3D Digital Denture Teeth. En dat is een speciale lijn die is helemaal aangepast voor de digitale prothetiek. Dus je ziet ook dat de elementen terug zijn geradeerd. En ze hebben een speciale pocket, dat noemen we een uniek positielocatiesysteem. En die kun je dus heel makkelijk plaatsen in de voorgefabriceerde prothesebasis. Die zitten altijd goed weer op hun plek. Dit werkt natuurlijk razendsnel. Dit is een razendsnelle methode. Zelfs de latjes zitten niet meer in was, ze zijn al ontvet. Je kunt ze in één keer erin bonden en je kunt door. Dus dat is een hele snelle methode. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben nog een individuele methode. Het werkt in feite hetzelfde. We gaan de prothesebasis gewoon weer designen en vervaardigen. De enige variabele wat hierin zit is dus dat we onze elementen zelf gaan designen en vervaardigen. En omdat we dat gaan doen, heb je namelijk volledige vrijheid in je design en ook in je materiaalkeuze. Dus heb je weinig ruimte of wil je elementen een andere vormgeving geven? Dit kan allemaal. Je kunt alles zelf bepalen. Je hebt alle vrijheid daarin. Je kunt ook zelfs kiezen welk materiaal je wil gebruiken. Wil je een PMMA gebruiken? Kan dat. Wil je wellicht een Celtra blokjes gaan gebruiken in het front? Kan ook. Dat kun je helemaal zelf bepalen. Dit is met name heel erg geschikt voor moeilijke casussen. Waarbij je bijvoorbeeld wat minder ruimte hebt en meer vrijheid nodig hebt. Dus je kunt twee methodes kiezen. De individuele methode duurt natuurlijk wel langer, want je zal je elementen moeten gaan frezen of gaan printen zelfs. Maar dat heeft de nodige tijd nodig, dus hou dat in acht. Nou, hoe ziet het eruit als we willen gaan werken met een digitale workflow binnen InLab? Nou, we zijn nu in de eerste instantie gestart met een hybride digitale workflow. Dat houdt in dat we eigenlijk analoog beginnen. Dus we gaan eigenlijk de eerste afdruk gewoon nemen tot en met de beetregistratie. Die doen we analoog. Waarbij je natuurlijk wel de individuele label en de beetplaat digitaal zou kunnen vervaardigen. Maar het komt erop neer, we hebben analoge modellen en we hebben een beetregistratie die analoog is. Die gaan we vervolgens inscannen en dan gaan we digitaal opstellen. Vervolgens hebben we nog een mogelijkheid om te passen in was. En daarna kunnen we frezen, printen en gaan afwerken. En natuurlijk gaan plaatsen. Dat ziet er verder zo uit met InLab. We hebben dus die modellen en die beetregistratie, die scannen we in met onze INEOS X5 scanner. Vervolgens gaan we naar de volgende stap, de modelfase. Daar gaan we een aantal belangrijke stappen doorlopen, waaronder de posities van de kaken, maar ook een modelanalyse uitvoeren. Natuurlijk essentieel is. En dit is allemaal op basis voor de opstelling. En dan wordt het design door de computer berekend. En dan kun je die natuurlijk nog aanpassen naar wens. En vervolgens kunnen we gaan produceren. En dat kunnen we gaan frezen ofwel gaan printen. Want je kunt gewoon STL-files exporteren. Nou, om jullie hier heel veel over te vertellen, dat doe ik graag. Maar dat kost heel veel tijd. Daar heb ik een hele webinar op zich al voor gegeven. En die zal ik in de toekomst ongetwijfeld nog een keer doen. Dus om het een beetje omwille van de tijd beknopt te houden, heb ik in een volgevlucht een video op de volgende slide. Ik denk dat die 6 à 7 minuutjes duurt. En dan zie je eigenlijk de hele workflow in een volgevlucht, hoe dat eruit ziet binnen InLab. Dus vanaf die beetregistratie inscannen en die modellen, tot helemaal tot aan de laatste stap. Dus ik stel voor dat we daar even doorheen gaan.
Zo, ja, dat was even in een vogelvlucht hoe de digitale politiek binnen InLab er op dit moment uitziet. Daar valt natuurlijk heel veel over te vertellen. Daar hebben we nu helaas niet de tijd voor. Zeker als je daar meer over wilt weten, dan kunnen we aan het eind laten zien hoe de 1-op-1 webinars in elkaar zitten en hoe je daarvoor kunt aanmelden. Dan kunnen we samen daar rustig doorheen lopen met alle vragen die je hebt. Die kunnen we dan behandelen. Goed, binnen de removal modules zijn er nog een aantal andere applicaties die wel noemenswaardig zijn, maar die ik vandaag niet echt ga behandelen. Dat is waaronder de steggen. Ik had het al eerder aangehaald. Je kunt binnen InLab absoluut steggen gaan ontwerpen, helemaal naar wens. En die kunt als STL kunt exporteren of kunt laten vervaardigen bij Atlantis. Die optie zit erin. Wellicht dat ik er de volgende keer iets dieper op inga. De attachments is ook een mogelijkheid binnen InLab. Je kunt aan je structuren attachments toevoegen. Er zijn een aantal standaard fabrikanten in en dan kun je hun attachments gewoon selecteren en toevoegen. Vervolgens kun je ook nog telescopen en konische iconen natuurlijk maken. Maar ook dat is een topic waar ik vandaag niet diep op inga, maar die optie zit wel degelijk binnen InLab. Oké, even kort samengevat. Wat is dan die removal module nou helemaal? Nou, eigenlijk simpelweg voor alles wat uitneembaar is. Het houdt niet in dat je alleen maar deze removal module nodig hebt. Je hebt ook altijd die basismodule nodig, omdat je daar simpelweg je administratie in doet en je scanwerk. Ja, frameprothesen kun je er natuurlijk mee maken, zoals ik heb laten zien. Hetzelfde geldt voor splints en individuele lepels. Natuurlijk kunnen we ook gelijk de digitale prothetiek gaan toepassen. En we kunnen steggen maken in combinatie met de implantaatmodule dan wel. En InLab is natuurlijk heel modulair en kostenbewust. Denk erbij aan de licentiekosten die er niet zijn. En de software is standalone. Dus je kunt hem ook gewoon alleen aanschaffen en combineren wellicht met een andere phase unit of iets dergelijks of scanner. Dat is allemaal geen probleem. Dan wat betreft die webinars. Omdat het natuurlijk allemaal wat beknopt was. Zoals ik al aangaf, hebben we de mogelijkheid om wat meer tijd daaraan te wijden. Jackie zal waarschijnlijk aan het eind met jullie deze link gaan delen. Een Calendly link. Dat is eigenlijk een online agenda. Dan kun je direct een afspraak met mij inplannen. Op een tijdstip wat uitkomt. Voor ons allebei. En dan staat hij gelijk vast. En dan kunnen we daar op al jouw vragen ingaan. Dan rest me nog om op 25 maart even te wijzen. Dan hebben we de volgende webinar en dat is de implantmodule. Dan ga ik daar wat dieper op in. Goed, dat was hem voor mij voor vandaag. Dan weet ik niet of er nog vragen zijn binnengekomen. Jackie, wellicht. Dankjewel, Jarno. Ja, er is één vraag binnengekomen. Okay. Is het ook mogelijk om frame om te zetten in zirconium? Frames om te zetten in zirconium. Dat is een hele goeie. Ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom je het zou willen. Omdat een frame in zirconium geen flex heeft. Maar technisch gezien zou het wellicht kunnen. Ik zou moeten nakijken of je een InLab kunt aangeven of je hem uit zirconium wilt vervaardigen. Ik denk persoonlijk dat er niet in zit. Je kunt een STL-file eruit krijgen. En die kun je vervolgens natuurlijk wel inladen in een CAM software en een frezen in zirconium. In feite is het technisch wel mogelijk, denk ik, als je een dik genoeg zirconiumschijf kan vinden daarvoor. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat was de enige vraag die ik heb binnengekregen. Ik wil jou heel erg bedanken voor je presentatie. Aangedaan. En onze deelnemers voor hun aanwezigheid. De webinar is opgenomen. En ik zal morgen iedereen een bedankmail opsturen, zodat ze deze eventueel nog terug kunnen kijken, zodra ze dat zouden willen. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne dag en nogmaals bedankt. Bedankt, tot ziens.